tot slot een persoonlijke vraag. Wat ga jij na dit seizoen doen? Dat weet ik nog niet. Nou, er zijn wel geruchten dat misschien wel verlengd gaat worden. Maar daar heb ik nog geen zekerheid over. Heeft de club zich al gemeld bij jou of bij jouw zaakwaarnemer? Nee. Vind je dat vervelend dat het zo laat gebeurt? Ach, maar ja. Ook dat is, weet je, dat is ook de voetballerij. Dat maar je bent ook vaak, mens. Ik bedoel, je wil ook zekerheid. Nee, natuurlijk. Luister, ik heb ook een gezin en ik heb ook kinderen. En ik heb een huis en dat moet ik ook allemaal betalen. En jullie weten ook waar ik gespeeld heb. En ik heb niet bij Liverpool gespeeld en ik heb niet bij Ajax gespeeld. Ja, dan weet je dat je nog hard moet werken. En dat geeft niet. Dat doe ik met alle plezier. Maar dan is het wel fijn om te horen hoe of wat. Maar ja, op dit moment is het nog niet zo. Nou, dan wachten we even. Vind je voor jezelf dat je al klaar bent voor een volgende stap? Of zou je graag nog een jaar bij Fons naast hem willen zitten? Ja, ik heb er wel vaker aan gegeven. De manier zoals wij werken, inclusief Jeffrey dan. Daar houden wij van. We zeggen wat we vinden. We mogen zeggen wat we vinden. Zeker van Fons. En dat werkt gewoon prima. En of dat nog 3, 5, 10 jaar met Fons zo is, dat vind ik ook prima. Snap je? Als je je waardering maar krijgt, dan die krijg ik van hem. Ja, dan zal mij mijn kont roesten of ik naast hem of onder hem, hoe je het wil noemen, sta. Dat maakt mij niet uit. Geef het een naam. Maar, dus dat maakt mij niet uit. Tot dusver nog niks gehoord van de club. Wanneer ga je je horizon verbreden? Ja, maar dat moet je altijd in de voetballerij, toch? Ook ik kijk daarna. Ook ik zie mooie dingen gebeuren in de voetballerij. Dat je er wel eens denkt van, ja, dat zou ik ook wel keer willen. Of, maar ja, kijk naar onze collega's in het Midden-Oosten. Streppel en Stijn. Ja, die zijn, nou, ze zijn nog niet thuis, maar ja, ook dat kan gebeuren. En een paar weken geleden hebben we het erover dat het zo mooi is voor ze. En nu liggen ze buiten. Dus ja, dat is lastig in de voetballerij. Maar dat er andere dingen zijn in de voetballerij buiten ADO, ook dat. Maar ik ben hier met alle liefde, hoor. Dat is mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Tom. Direct na de wedstrijd tegen Ajax.